Yo, bedenners, ik heet Denske en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag spelen wij een demo van de game Outlast 2. Nou, ik ben persoonlijk een enorme horrorfan. Ik vind horrorgames en horrorfilms vind ik waanzinnig. Zou je misschien niet verwachten, want ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel horror. En dat komt dat er niet zoveel goede horrorgames zijn. Ik heb Outlast 1 wel geüpload, heb ik op mijn second channel gedaan. Dat is echt al een jaar geleden of zo. Ik gebruik dat kanaal niet meer, dat is Denske Plays. Maar daar heb ik al een complete let's play op staan van Outlast 1. En daarna heb ik ook de DLC op dit kanaal geüpload. De DLC, dat was niet echt een succes. Ik vond hem niet echt goed. Dus ik verwacht veel van Outlast 2. Het zag er goed uit. Ik heb al gameplay ervan gezien. Ook al een demo gameplay. Ik weet niet of dat deze demo is. We zullen het zien. Het is sowieso alweer enkele maanden geleden. Dus ik weet niet meer precies wat er allemaal gebeurd was. Maar in ieder geval, welcome to the Outlast 2 demo. You are Blake Langeman, a cameraman working with your wife Lynn. The two of you are investigative journalists, willing to take risk and dig deep to uncover the stories no one else will dare touch. You are following a trail of clues that started with the seemingly impossible murder of a pregnant woman known only as Jane Doe. The investigation has led you miles into the Arizona desert to a darkness so deep that no one could shed light upon it. And a corruption so profound that going mad may be the only sane thing to do. Press to start. Let's go. Let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh, oh no! Fuck! Did you see that? We lost the engine. Oh, dat gaat uit, hè. Ha. Je kan zeggen wat je wil, maar dit zijn de dingen, hè. Een horrorgame is grotendeels echt geluiden. Geluiden, geluiden, geluiden. Dat is het belangrijkste. En een paar keer een goede jumpscare er tussendoor. Ik krijg nou al gewoon kippenvel. Ik hou ervan. Dat vind ik geweldig. Lynn! Lynn! Waar ben je? Oh, 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 pas op! Ik weet niet waar we naar beneden geflikkerd zijn. Nou, mijn bril! My glasses! Waarschijnlijk is hij kapot. Hey, dit is wel een man! Waar is mijn bril? Links, links, links. Ja, daar, daar, daar is hij. Hey, kijk eens aan! Mijn glas is nog heel. En blijkbaar hebben we nou geen camera. Oh, never mind. Bij Outlast 1 was het zo dat je altijd met de camera rondliep. En blijkbaar is dat hier exact hetzelfde. Maar daar is niks mis mee. Raise your camcorder. Night vision. Je kunt ook inzoomen. Kijk eens. Oké, we zijn dus ergens mee verongelukt. Ik dacht eigenlijk eerder een helikopter, waarom weet ik niet, maar... Het zal waarschijnlijk wel gewoon een auto zijn of zo, iets simpels, maar ik dacht echt... Het klonk een beetje een helikopter. Het idee, wow! Oké, reload batteries. Dat is iets, jongens, daar moeten we heel veel rekening mee houden. Batterijen gaan leeg, en als die leeg zijn, dan zijn we verdoemd. Even hier kijken. Hallo, knock knock! I'm lost. And hurt. Wat is dit ook voor creepy buur? Moet je kijken. Hé, dat is de kerk in de verte. Dat ziet er gezellig uit. Waarschijnlijk moeten we daarheen. Joepie. En het is volle maan. Wat is dat geluid? Is dat bloed wat ik daar zie liggen? Volgens mij wel. Ik hoor vliegen. Ik heb vermoed dat er iemand dood is. Kunnen wij hier binnen? Ik denk dat wij hier niet naar binnen kunnen. Oké, dan gaan we onze weg vervolgen. Oké. Wat was dat? Oh, dat is een emmer. Oh! Oh god, was er maar niks fel. Ik dacht zuiver dat ik het zag. Oké. You silly bucket.
Weet je wat het altijd is met horror games? Dat is eigenlijk de games waarbij je compleet in het verhaal komt zitten. Oh, je moet hem zo openen. Dat is epic. Je moet zelfs helemaal bewegen. Verder is alles goed? Misschien konden wij die andere dan ook openmaken. Hoor ik? Was er iemand? Ik doe hem al even dicht. Het tocht een beetje. Oh god, die geluiden zijn zo belachelijk hard. Hallo? Zit er iemand op het toilet? Oh. Hallo? Oh, fuck. Ik ga weg. Ik wil eigenlijk weten wie er was. Ik denk dat hij dood is. Kan ik zijn zaklamp niet af... Ik heb trouwens ook... Ja, we kunnen wel een zaklamp gebruiken. Want ik heb alleen mijn night vision. En als die op is, dan zijn we fucked. Hallo? Zou die terug bonzen? Oh, die deur daarnet was trouwens ook jammed. En daar konden we niet door. Ik hoorde de deur. Ik moet niet te ver voorover hangen. Dat is niet goed voor de camera. Jesus! Ik liep de verkeerde kant op. Ik moest achteruit gaan. Waarom kan ik die bucket niet meenemen? Kan ik iemand mee slaan? Silly bucket. Reload batteries. We hebben toch geen batterij? Oh, wacht. Ik had net een opgepakt. Oh, wat is dat? Who's... Oh, fuck. Ik beweeg niet. Even dat je dat realiseert. Hey, hallo. How you doing? Nee? Oké. Okay. Zag ik daar nou iets? Oh, dat is een dode koe. Ik zweer het je, ik verwacht dat er iemand achter me staat. Je zag net ook mensen staan, dus Oh! Jesus. No, Jane! Lynn. No. Waarom zeg ik Jane? Dit Lynn. Hoe kom ik bij Jane? Hoe kom ik bij Jane? Doei! The Badger. Ik zou die schep meenemen, hoor. Dat is misschien maar het slimste wat je kan doen. Kan ik hier het water? Ah, lekker in het bad. Nom, nom, nom. Hoe lang zijn we nou in de game? Ik heb nou al de creeps. Hij ging ook zo sneakers achteruit staan. Dat was echt geweldig. Oké, ik snap nooit bij dit soort games dat ze geen wapens... Neem een stok mee, al is het alleen maar gewoon een simpele stok. La? La? Mag ik even boter lenen? Hey, what up? Er is ook niemand thuis. Kijk hoeveel lazen. Hoeveel paar heb je nodig, maat? 1, 2, 3, 4, 5 paar schoenen. Oh, ik kan in de kast stoppen. Dennis komt uit de kast. Wat een originele joke. Ja, nee. Kunnen we onder het bed? Daar konden we voorheen wel altijd. Ik vind deze game nou al creepier dan de vorige. Ik weet niet wat het is met van die heel billy boerderijen en zo, maar dat is gewoon altijd creepy. En we hebben een probleem. Want de batterijen raken op. Oké, dit vind ik heel erg creepy. Iets is er met baby dolls. Wat mij niet echt aanstaat. En ik heb het idee. To open window. Wat? Open window. Hoe kan ik. Wat? Oh, dit! Never mind. Fuck. Ah! Oh, fantastische game. Waarom kan ik er niet verder in? Hoe moeilijk kan... Waarom kan ik er niet verder in? Come on. Nou wel. Oké. I need batteries. Ik ga maar even batterijen sparen. Dat is nou misschien het best wel kunnen doen. Die fucking deuren. Dat is wel mais. Dat is lekker, man. Ik snap dat niet. Dat ze in Amerika zoveel mais eten. Welke deur zullen we nemen? We hebben twee keuzes. We kunnen deze deur nemen. Oh, wacht. Dat kunnen we maar niet. Want dat zagen we net. Daar had je al die kinderspulletjes. Nou, nemen we deze deur. Sorry, Tom. Normaal gezien hoef je alleen de deur te openen met vierkantje. Maar nu moet je dus ook echt de bewegingen maken.
The motions are great. No! Dit is van Lin. Dat is van Lin. Oké. Weet je wat? We gaan het pad vervolgen. Voor jullie is het zo maar. Hé, hey, wat is dat? Ah, dat is een dode koe of zo. Oh god, ik schrok van een blaadje, ik zweer. Voor jullie is het makkelijk. Als jullie denken, oh, dit is scary, dan zet je het geluid uit of je skipt gewoon verder de video. Satanas! Inimicidlele! Woehoe! Ah, great. Dit zijn van die dingen waar ik zeg van, laten we maar eventjes teruggaan. Maar ja. We gaan op zoek naar Lin. Ik zou de politie bellen. Maar ja, er zal weer geen ontvangst zijn. Every horror film ever. Jij ziet er niet zo leuk uit. Maar je bent wel gesminkt. Is dat een tv-gids? Oh, dat is een pop. Godzijdank. Maar die vliegen, daar weet ik ook niet. En er leidt hier een spoor. Laten we ervan uitgaan dat dit allemaal neppen zijn. Ja. Oh, die geluiden. Damn. Fuck. Lekker kraak. No, horsey. Horsey, horsey. Hallo? Er komt geluid uit de put. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Oké. Weet je wat het was? Ik had het van. Je wist gewoon dat er iets ging gebeuren. Dus ik was nou niet echt geschrokken. Ah, fuck. Ik kan achter me kijken. Als ik die melding nou krijg, is dat geen goed teken. Oh, wacht. Ik kan elkaar. Oh. Oh, wow. Wait, what? Uh-oh. Oké. What the fuck is hier zojuist gebeurd? Hoe kom ik hier ineens in terecht? Ik ben benieuwd of ik net ook gewoon vooruit kon lopen. Ik denk niet. Ik denk dat ik sowieso wel naar die put moest kijken. Maar ja. Dat klinkt niet zo lekker. En weet je wat het grootste probleem is? Mijn batterij raakt op. Dat vind ik veel erger. Ik ben als wel. Als ik hier blijf liggen, dan zien ze me niet. Ik wil zeggen, ik ben inmiddels wel een pro. Met door van die schacht in kruipen en gelijk. Zal ik erin bewegen? Dit ziet er wel gezellig uit, een school. Maar ik heb het idee dat het minder gezellig is dan dat het lijkt. Tun, 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 tun. Kan ik de batterij uithalen uit die rekenmachine? Dat zou handig zijn. Oh, ik zie batterij liggen. Oh, hier. Daar. Batterijen. Pick your battery. Kijk eens aan. Helemaal leuk. The way to success. Er is toch iets wat, waarom ik niet wil geloven. Fuck. Move backwards. Ik doe de hele tijd move forward. Oké, laat ik die kant maar niet op gaan. Dan zit er een beetje door. Kruid. Deze deur zeker op slot. Fuck. Here we go. Oh. Ik had eigenlijk verwacht dat we gewoon ineens in buiten stonden of zo. Maar, Oké, we zijn in de gang. Hallo? Goh, dat is jammer. Dat kan ik ook niet door, zeker. Nieuw. Oké, we moeten richting het geluid. Hey, kijk eens aan. We horen al lang thuis te zijn. De school is lang over. Bah! Um.
Oh, daar zijn die, dat is de, hoe heet het ook weer? Dat is de omroepen. Ik dacht echt dat die achter me stond. Ik dacht, klinkt wel heel hard. Hallo? My name is Jeff. Jessica. What a surprise. Angeline. Kijk eens aan. This is Jessica's. Die van Jessica. Dit gaat verkeerd aflopen, want als dat ding daar ik ineens... Dan staat er iets achter me. Waarschijnlijk als ik nou wegdraai. Er liep iemand, hè? Er liep iemand, hè? Fuck jullie. Fuck jullie. Ik ga gewoon weer even stoppen. It's all a dream. Ik blijf gewoon even zitten. Ik wacht gewoon dat het ophoudt. Vind ik een goede oplossing. Kijk, hier. Soms is dat het beste. Welke kant moet op? Oh, fuck my... Jesus Christ! Oh my god! What the fuck was dat? Oké. Dus. Dat is niet gebeurd. Waarom komt er licht ook uit de... Oké. What? Oké, dat is volkomen normaal. Dat doe ik ook altijd. Wat? En... Oké, dan. Oh, no. Dat was dat stinkbeest weer. Nou ben ik voorbereid, jongen. Ah, shit. Ik kan niet... Ah, shit. Achter me. Hallo? Oké, ik vind dat gepiep ook zo fucking irritant. Het is zo overduidelijk welke kant je op wil. Oh, hallo. Het is zo overduidelijk welke kant je op moet. En ik wil die kant juist niet op. Hé, we hebben tissues. Waarom hebben we tissues op het werk? Hey, what's going on? Oké. Is dat een tandarts of zo, dat gepiep? Wait, what? Oké, volgens mij moest hij overblijven. Zou ik ook doen. Ah, god damn it. We moeten erop af. Oh god. Yes. Ik hoor iets rechts. Ik hoor hier iets. Is hij nog in leven? Hallo? Gaat het? Oh, what the fuck? Is er een of andere duivel daarboven? I don't know. Uh-oh. Smakelijk! Smakelijk! Oh, die handjes ook. Zijn hun handjes? Ja, hè? Smakelijk eten. Ik ga wel eventjes... Okay. Ik denk niet dat het dubbel zit. Oh, wacht. Misschien kunnen we hierdoor. Op slot. What a surprise. Guess what? Gaan we rennen? We gaan rennen. Rennen voor ons leven! Rennen, 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 rennen! Haha, haha, je komt me niet pakken, hè, lul. Oh, ik heb niks gezegd, sorry. Snel, deur. Oh! Wow! Hallo, leuk kennis te maken. No! Waar de fuck ben ik nou? Oh, rennen. Volgens mij is... Oh, we kunnen hier door. Oh, nice. Oké, weet je wat? Rustig aan doen. Volgens mij is dit allemaal expres gedaan, zodat je verschillende onderdelen van de game... te zien krijgt. Dat het niet allemaal een opvolgend van het verhaal is, zeg maar. Dat het allemaal bij elkaar wordt. Ik ga eens eventjes hier in het water. Kan dat? Kan ik in het water? Oh, ik kan in het water! Oh, dat had ik niet verwacht. Ik probeerde eerder ook al, toen lukte die. Nou wel.
Ik hoor iemand. Oh god. Oh no. Moeten we nou ook nog visgeluiden maken? Wat voor geluiden maakt de vis? Blup. Blip. Ik ben het een krokodil die er zo boven het water uitkomt. Oh. Los. Ze blijven hier rondlopen. Ik denk dat wij gewoon moeten gaan. Enige oplossing. Ik kan niet omhoog. Ik kan niet verder omhoog. Ik kan niet. Oh jawel, zo. Oké, ik volg dit pad. Batterij. Geef mij dat ding. Kan ik tenminste mijn camera overnieuw. Hoppakee, gebruiken. Oké. Ik weet niet of ze mij kunnen horen als ik ren. Ik zou zeggen ja, maar. Ik weet ook helemaal niet waar ik heen moet, eerlijk gezegd. Ik denk deze kant een beetje op. Oké, prikkeldraad. Dat is meestal niet gunstig. Hier kan ik niet door, zeker? No. Daar zie ik nog meer licht. Waar is dat? Moet ik hier aan de andere kant van de prikkeldraad komen? Ik verwacht van wel. Kan ik hier door? Ja? Oh, hier ligt een batterij. Hey, dat is leuk. Dat is lief. Dankjewel. Oh my god. Oh damn. Je hoort ze gewoon langs lopen. Dit is zo creepy. Ze komen zo dichtbij, hè. Ze komen zo dichtbij. Ik hoor ze nog steeds, maar ik ga er toch uit. Anders blijf ik hier maar de hele tijd in zitten. Ik voel me echt zo ingesloten. Kan ik hier echt niet door? Nee. Ik heb echt geen idee waar ik heen moet. Muisvel is een fucking creepy. Of kranen, al die shit. Wat je altijd ziet bij die horrorfilms en zo. Kom ik hier vandaan of? Hier kwam ik van. Ik weet niet of ik hier nou vandaan kom of niet. Ik heb vermoeden van wel. Ja, hier kwam ik vandaan. Oké, en dat zijn ingewanden. Great! Geweldig vrouwtje. Ik moet richting de knerk. De knerk. De knerk, de knerk. No, 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 no. I'm too young to die. Richting de kerk. Dat is de oplossing. Altijd richting de kerk. Ah, no. No, no, no. Er zit er een hek. Dan moet ik tussendoor zeker. No, hoe kom ik daar? No, 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 no. Er zit er ergens een gat in of zo. Ik ben te moe. Ik ben te moe. Ik kan niet blijven rennen. Hopelijk zijn ze me kwijtgeraakt. Ik gok voor wel. Hoe kom ik daar? Ik heb geen flauw idee hoe ik daar kan komen. Echt, ik heb geen idee. Ik verwacht ergens een gat in het hek of zo. Oh! Probleem opgelost. Yup. Hehe. Oh shit! No, 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 waar gaan we heen? Dit is niet goed. Dit is niet goed. Niet weer mijn bril. Ik moet. Man.
Dat was fucking onverwachts. Recht in mijn zak. Oh my god, deze game, man. Aan de ene kant denk je van, het is meer een eng verhaal, weet je wel. Van, ah, allemaal gekke mensen. Maar dan zie je ook gewoon letterlijk echt monsters erbij. Dan denk je van, oké, what the fuck. Ik vond hem geweldig. Ik heb de creeps. Dat is precies wat zo'n game moet doen. Er komen nog meer van dit soort games aan. Resident Evil komt eraan. Until Dawn 2. Dat is niet echt zo'n soort game als dit. Maar ook een beetje met jumpscares en zo. Volgens mij zijn de meeste games ook mogelijk met de PlayStation VR. Die ga ik halen. Dus die belevenis, dat wordt echt... Wauw, dat wordt out of this world. Ik heb nog nooit een VR-bril op gehad. Maar ik denk de combinatie VR plus horror is 10 out of 10. Dus ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie genoten hebben, laat een like achter. Laten we vandaag proberen om 2000 likes te halen op deze video. Dat zou awesome zijn. Hopelijk zie ik jullie morgen weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.